Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wiemen. Vanavond heb ik een bijzondere gast aan mijn tafel zitten die passie heeft voor haar vak, het haar. Met wie heb ik vanavond genoegen? Met Willeke Pietersma, haar- en hoofduitdeskundige, haarwerkspecialist, kapper en voorzitter Ancosectie Haarwerken. Willeke, dat is een hele mond vol. Wat is haarwerkspecialist? Kun je dat aan de kijkers uitleggen? Want ik zie van alles hier op mijn tafel. Wat is jouw traject? Hoe jij in het vak bent gekomen? Laat ik beginnen. Wat is haarwerkspecialist? Ja, dat zegt het eigenlijk al. Je bent specialist in haarwerken. En als je het heel plat slaat, zou je pruiken kunnen zeggen, maar dat willen we eigenlijk liever niet, omdat dat meer staat voor theater, toneel en carnaval. Dus wij noemen het haarwerkspecialist. En hoe ik ermee in aanraking ben gekomen, dat heeft te maken met iemand die heel dicht bij mij stond en in een traject van chemotherapie moest. En zo is het begonnen. Ja, ja. Dus je bent eerst begonnen als kapster, neem ik aan, in 19... Ik ben in 1985 voor mezelf begonnen. Dan was je nog piep. Ik was nog piep. Ik had een handlichting nodig van de kantonrechter. Dat moest toen nog. Ik moest volwassen verklaard worden om te mogen starten. En toen ben ik begonnen met een dameskapsalon en een herenkapsalon. En daar is later het haarwerkspecialisme bijgekomen. En vanaf 2002... ben ik alleen maar haarwerkspecialist en haar- en hoofdhuiddeskundig. En kapper voor mensen met een haar- en of hoofdhuidprobleem. Oké. Okay. Ja. Is eigenlijk voor mij natuurlijk, ik zie dit allemaal, een pruik is een pruik. Maar jouw vaktaal is een pruik of een haarwerk niet zomaar iets. Het bestaat uit bepaald materiaal. Kan je daar iets meer over vertellen? En wat de verschillen zijn? Ja. Kijk, wij gaan mensen niet corrigeren als ze ons bellen. Ik wil een intake voor een pruik. Alleen, wij noemen het haarwerk omdat we dat gewoon een mooiere naam vinden. En er zijn heel veel verschillen in haarwerken en in haarstukjes. En laat ik beginnen met een haarstukje. Ja. Dit is een haarstukje van echt haar. Dus als iemand een heel klein probleem heeft, dus net wat dunner wordt op de scalp, dus de bovenkant van het hoofd of op de kruin, dan zou je kunnen volstaan met zo'n stukje. Het is geknoopt van echt haar. Het is volledig handgeknoopt. Het is ook een heel dun materiaal. Er zit heel wat uurtjes werk in. Mag ik eens voelen? Ja, dat mag. Dat mag. Ja? Ja. En ik zie, daar worden helemaal... Helemaal met de hand geknoopt. En er zitten clipsjes aan, waardoor het dus niet, wegzakt? Nee, dit bevestig je. Ook al heb je vrij weinig haar op de scalp, dit klik je vast in je eigen haar. En dat zit echt als een huis. En dat wordt natuurlijk helemaal mooi in het model geknipt. En nu ziet het er allemaal een beetje plat uit, maar hier kan ieder model van gemaakt worden wat je wil. En in deze stukken, dit is toevallig deze vorm, maar dat is ook in een ronde vorm verkrijgbaar. Groter, kleiner, net na gelang het probleem is. En voor ons is altijd de sport, als het probleem klein is, om de oplossing ook klein te zoeken. En dat hoeft ook niet altijd een haarwerk te zijn. Als mensen bij ons komen voor een intake, los van chemotherapie, want dan heb je echt wel een apart traject als we weten. Er is 100% zekerheid dat het haar verloren gaat. Dan is een intake anders als dat iemand binnenstapt. Ik ben wat dunner in het haar. En dat kan komen door medicatie, door hormonen, door stress, soms, door van alles. Ja. Of soms weten we het ook niet hoe dat het komt. Dan gaan we ook kijken met een scope. We hebben een medisch scope die vergroot 200 keer de hoofdhuid en het haar. En dan kunnen we eigenlijk een mooie analyse maken van de problemen die er zijn. En soms kan dat ook nog de weg zijn dat we eerst zeggen, ga even naar de huisarts. Die dat toch wel weten welke vorm van alopecia je hebt. En alopecia is geen ziekte, is een benaming voor het probleem wat je ziet. En het probleem alopecia is haarverlies. En daarachter staat een term, en dat kan zijn alopecia areata. En dan staat de areata voor plexgewijze kaalheid of genetica, wil zeggen dat het hormonaal gerelateerd is. Of eigenlijk een vorm van mannelijke kaalheid die ook bij vrouwen voorkomt. En je hebt een alopecia totalis. Dat zegt de benaming feitelijk al, dan is er een volledige kaalhoofdigheid.
En je hebt alopecia door chemotherapie. Okay. En daartussen zitten nog heel veel vormen, maar dat is eigenlijk een beetje te technisch om hier allemaal te vertellen. Het is wel heel breed. Het is heel breed en we proberen eigenlijk voor de mensen die bij ons de zaak bezoeken om een zo passend mogelijke oplossing te zoeken of te vinden die voor de klant het meest acceptabel is. En daarmee is eigenlijk onze stelregel, je hebt pas een probleem als je het zelf zo ervaart. Ja. Dus als iemand binnenkomt, volledig kaalhoofdig, en die zegt, joh, ik voel me hartstikke happy. Ik vind het prima, ik hoef niks, is dat ook goed. Maar dan laten we wel zien van, kijk, dit zou de mogelijkheid zijn, kies je wel voor haar. Maar de keuze is aan jou, je gaat een haarwerk of een haarstukje dragen, omdat je dat zelf wil en niet omdat dat maatschappelijk een soort aan je opgedrongen wordt. Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen als vrouw dat je kale plekjes hebt of als je in het traject zit, dat dat best wel moeilijk is en dat dan dit een unieke oplossing is. Zeker. En wat wij merken is als mensen een traject van chemotherapie ingaan, dan maak je een keuze op een vrij korte termijn. Want je weet, oké, ik start met chemo en je hoort dan ook van een oncologisch verpleegkundige of je oncoloog. Ik ga mijn haar verliezen of je verliest het niet. Dan zit moet je er echt verschil in? Ja, er zit verschil in. Ja. Niet iedere chemo geeft haarverlies. Oké, dat wist ik niet. Dus er zijn heel veel chemo's die misschien wel zorgen dat je wat dunner in het haar komt. Hè. Daar hebben we ook oplossingen voor met producten en met, ik noem het dan maar, wat knip- en plakwerk om te zorgen dat het haar wat je hebt er zo goed mogelijk uitziet. Maar hoor je wel, ik ga mijn haar verliezen, dan ga je een keuze maken. Ik ga of een haarwerk nemen of ik kies voor een andere hoofdbedekking. En dat kan zijn een hoofdsjaal of een turban. Maar daar hebben we ook echt heel veel soorten en maten in. En de keuze is altijd aan degene die het moet ondergaan. Ja. 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 Kijk. Maar degene die hun haar verliest door een andere oorzaak, daar is bij ons in de zaak de drempel vele malen hoger voor. Want je begint altijd te denken, oh, is het echt wel zo dun? Is het echt een probleem? En dan krijg je eigenlijk altijd het negatieve van het woord pruik. Ja, maar dat zie je altijd. Pruik zie je en dat jeukt en dat kriebelt. Nou, dit is een voorbeeld van een haarwerk. Dat is gemaakt van echt haar in combinatie met een synthetische vezel. Dat is super licht. En als wij dit heel mooi inknippen, is ook weer zo dun, hè? Zo'n tulle. Dat als je dat draagt, kijk, ik heb het op mijn hand, heb je ook geen rand aan de voorkant meer. Niet. Dat dus zie je niet meer. Als je hoofdhuid. Ja, en je ziet je hoofdhuid erdoor. Ja. 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 En is dit makkelijk in model te brengen? Of? Ja, dat is het voordeel van een combinatie echt haar hittebestendige vezel. Dus de hittebestendige vezel zorgt eigenlijk dat het echte haar ook in het model blijft zitten. Dit is echt voor vrouwen en of mannen, hè, dan is het wel een ander soort model van kap, die heel onhandig zijn. Die zeggen, ja, ik heb geen tijd of ik kan echt mijn haar niet zelf feunen. Dan is zo'n soort haarwerk echt een unieke oplossing. Dit is bijvoorbeeld een haarwerk van echt haar. Dat zie je wel. En dat voel je ook. Oeh ja, dat voel je echt. Maar dat moet je echt wel heel mooi feunen. Prachtig. En goed onderhouden. Dus als je niet heel handig bent, is een kunstvezel eigenlijk dan een betere oplossing, omdat dit wel wat onderhoud vergt. Ja? Ja. Moet je dat ook goed wassen of hoe moet ik dat zien? Want dit kan je niet kleuren, of wel? Dit kan je wat bijkleuren. Ontkleuren, dat raden wij eigenlijk altijd af, hè? Omdat haar wat uit je hoofd komt, ja, dat herstelt zich wel, dat groeit wel weer aan. Een beetje het inkleuren of een heel klein beetje wijzigingen aanbrengen kan wel, maar kijk, bijvoorbeeld dit kan ik prima zwart vergen. Maar blond maken, dat is niet handig. Dan ga je eigenlijk iets wat behoorlijk kostbaar is, toch wel beschadigen. Dan moet je echt heel bewust en goed de kleur kiezen. Mensen die dus haarstuk moet hebben of haarwerk moet hebben, wordt dat dan ook van de zorgverzekeraar vergoed? Of hoe gaat dat in zijn werk? Stel je voor dat je een slecht bericht hebt gekregen en je krijgt dan te horen, je gaat je haar verliezen. Dan krijg je één, de chemo's, daarna moet je een haarstuk of wat dan ook. Hoe gaat de zorgverzekeraar daarmee om? De bedoeling is sowieso van op het moment dat je dat bericht krijgt, dat je een verklaring krijgt
dat je recht hebt op een haarwerk. En dat kan voor zowel chemotherapie of bestraling op het hoofd. Hè. Dus ik doe het maar even echt ziek-ziek gerelateerd. Maar het kan ook zijn, ik heb een ander probleem en ik kom wat dun in het haar. Dan heb je ook zo'n verklaring nodig, waarin een huisarts of een dermatoloog omschrijft wat hij ziet. En dan kom je in aanmerking voor een vergoeding uit de basisverzekering. Die is bijvoorbeeld voor 2024 465 euro uit de basis. En als je dan nog een aanvullende verzekering hebt, dan kan daar ook iets uitkomen. Oké. Ja. En Wilke, waar mij nou afvroeg met bestralingen, ik heb wel eens gehoord, ik weet niet, maar daar weet jij natuurlijk alles van, dat ze een koude muts of zoiets opkregen om je haar te behouden, klopt dat? Dat is met chemo. Is dat met chemo? Ja, dat heet de cold cap. En ja, sommige chemo's zijn daar echt wel geschikt voor. Maar je hebt ook chemo's die, ja, daar heeft die cold cap weinig of geen effect op. Maar gelukkig weten de oncologisch verpleegkundigen in Zorgzaam Ziekenhuis bijvoorbeeld precies bij welke chemo dit wel effectief kan zijn. En dat is altijd wel een keuze aan degene die de behandeling ondergaat, omdat het, ja, het wordt gekoeld en daar moet je ook wel weer tegen kunnen. Oh, ja, dus en de effectiviteit, we zien daar echt wel heel mooie resultaten in, maar soms zie je ook als zo'n kap niet heel goed sluit, dat je dan op een bepaald gedeelte van je hoofd toch wat haar verliest. Okay. Dus voor ons is wel het advies, ook al ga je starten met die cold cap, doe toch een intake. Die is heel kosteloos en vrijblijvend. Stel het gaat mis met die cold cap, je kan het niet verdragen omdat je zegt, oh, het doet zo'n pijn op mijn hoofd, of ja, ik krijg er hoofdpijn van. Of je verliest toch wat haar, dat we je gezien hebben met je haar. Dat is eigenlijk tijdens een behandeling. Van, ja. Daar dus krijg je... die kap gaat op als de chemotherapie inloopt. Ja. Oké. Ja. Dat stukje, daar wil ik nog eens wat vragen. Is dat te behandelen? Kan je dat krullen? Kan je... Ja. Dit is ook 100% echt haar. We hebben ook zulke soort gelijke stukjes in een synthetische kwaliteit. En ook in een hittebestendige vezel. Echt haar kan je, ja, net als je eigen haar, kan je alles mee doen. Maar het voordeel van half synthetisch en echt haar, je had iets, je hebt me verteld, iets van verfilten of... Ja, kijk, als je bijvoorbeeld dit haarwerk, dus op deze lengte in synthetische kwaliteit, dat hou je niet mooi. Dat gaat aan de onderkant, we kennen allemaal het effect van de Barbie-poppen, hè, dat helemaal in elkaar gaat verknotselen. Ja, nou, dat gebeurt dan ook met zo'n haarwerk. Dus een synthetische vezel is prima tot deze lengte. Een hittebestendige vezel kan ook al wat langer, maar het blijft minder mooi als echt haar. Ik ga er wel gelijk bij zeggen, eigenlijk alle haarwerken gaan een jaar mee. Dat wil ik vragen. Ja, en een haarwerk van echt haar zal wat langer meegaan, maar ook dat is aan slijtage onderhevig. Ja, omdat het natuurlijk ook schuurt op je rug. En er groeit geen haar bij. En dat bedoel ik niet cynisch. Je gaat ook uit het haarwerk haar verliezen. En haar is een elastiekje. Heeft een rekbaarheid tot ongeveer 25%. En naarmate haar ouder wordt, gaat die rek er een beetje uit. Okay. Het voordeel bij echt haar is dat op het moment dat het minder mooi wordt, dat je het bij kan laten knopen. En dan gaat er natuurlijk weer wat nieuwe haar tussen. Dus, en dan kan je er wel wat langer mee doen. Ja. Dus dat kan weer opnieuw... Ja. En want... zeker mooi, ook in de tijd van duurzaamheid is dat wel goed. Ja. Ja, je vertelde mij ook een stuk van mensen dus dat echt haar moeilijk te verkrijgen is. Ja. Dat heel schaars is. Ja, de betere kwaliteit echt haar. Ja, kijk maar in het straatbeeld, steeds meer vrouwen en ook mannen dragen hun haar wat langer. Dus je hebt steeds minder mensen die eigenlijk haardonor zijn. Okay. En door al het kleuren... Waar kan je dan voor terecht? Want misschien zijn er wel kijkers thuis die dus eigenlijk hun haar willen doneren. Ja, dat zou bijvoorbeeld bij ons kunnen. Maar dat kan ook in salons. Dus traditionele kapsalons. Die knippen ook vaak haar af. En dat kan zijn voor kinderen. En dat kan zijn voor andere donaties. Ja, dat kan. Ja. Even een andere vraag.
iemand komt bij jou binnen voor de eerste keer. Hoe gaat zo'n intake in zijn werk? Want ik kan begrijpen als leek dat je dan te horen krijgt van ik ga het traject in van chemo's en ik moet misschien wel of geen pruik. Hoe doe jij dat? Hoe benader je de mensen? Veelal krijgen ze vanuit het ziekenhuis te horen van je gaat het traject in. Dan bellen ze ons. Wij vertellen al, proberen ook al mensen gerust te stellen met het eerste contact. En dat is door de regel telefonisch contact, kan ook via app of de mail. Dan komen ze bij ons op bezoek en dan is het meer eventjes kijken wie ben ik. En dat gaat vaak gepaard. Je geeft iemand een hand en je merkt of je ziet al een beetje van dit ben jij. En dat is voor mij, maar ook voor de mensen die bij mij werken. Ik werk samen met Madelon. Madelon is mijn rechterhand en ik werk met Dorty. En Dorty doet eigenlijk een beetje overal werk bij mij. Dan is het meer kijken naar mensen, vertellen van wat er allemaal is. En dat kan zijn haarwerken, andere hoofdbedekking, hoe het verloopt als je je wenkbrauwen verliest, je wimpers. We geven wat advies over je nagels. En dan, als we voor een haarwerk gaan, is het opmeten van het hoofd. Ja. En dan gaan we bestellen. Dan meestal bestellen we een stuk of ergens tussen de 6 en de 8 haarwerken. En die gaan we passen vlak voor de chemotherapie. Of eigenlijk, de intake doen we voor. En een week nadat mensen de chemotherapie gehad hebben, dan gaan we passen. Okay. En dat moment kiezen we, dan kan je eigenlijk zien ook wat de huid doet qua kleurnuance. Als de chemo heeft plaatsgevonden, om te kijken wat flatteert het beste. Want je kijkt naar de kleur, maar soms kan een kleur net een beetje afwijken. En dat je zegt van ja, weet je, dit haalt je toch meer op als het ander. En dan hebben we ook de tijd als er iets vermaakt moet worden. Of als het ene haarwerk qua pasvorm of qua model beter is als het andere. Dan kunnen we nog een keer opnieuw bestellen. Want je kan het maar één keer heel goed doen. Dus ja, dat vroeg me ook af. Je zegt net al die het vermaakt kan worden. Ik neem aan, bedoel je dan de omtrek van zo'n haarstuk? Ja, of soms moet er een coupe-naad ingemaakt worden. Okay. En op het moment dat het haar dan loslaat, dan knippen wij het af. Vaak rekenen we dat ook al door in de agenda. Hè. Dus bijvoorbeeld bij kuren als borstkanker is dat door de regel zo rond de 15e dag. Dat mensen hun haar verliezen vanaf het moment dat de chemotherapie inloopt. Als iemand zijn haar niet verliest, ga ik uiteraard niet het haar afknippen. En dan skippen we het iedere keer een dag en dan wachten we. En op het moment dat je merkt, ik verlies het haar. En dat is niet, oh, ik heb een haar hier nu op mijn schouder. Dat is echt, je hebt wat haar in je hand. Echt een pluk. Echt een pluk. Ja. Maar dan is het nog altijd aan degene die het ondergaat. Ben je er aan toe of ben je er niet aan toe? Ja. Dus het kan best zijn dat iemand komt en die zegt, ja, het lukt nog niet. En dan maken we een afspraak voor de dag daarna. Wij doen alleen maar dit werk. Dus we hebben altijd tijd om iemand eigenlijk van dienst te zijn. Hè. We zijn heel dienstbaar. En dan knippen we het haar af. Op deze lengte ongeveer. Dan plaatsen we het haarwerk. En dat knippen we ook bij mensen op het hoofd in model. Zodat je ook echt het gevoel hebt, het is mijn haar. Ja. En wat mooi is bij haarverlies door chemotherapie is dat het uitvalt omdat het afbreekt onderhuids. Okay. Daarom komt het ook weer terug. Dus het is niet een blijvend iets. En Wilke, nu het fabeltje, of de fabeltjes, weet ik niet, shampoos die dus de haar weer stimuleren. Is dat nu wel waar of niet waar? Het is een beetje half-half. Hè? Dus je trekt hem nu heel breed. Ik ga hem wat platter slaan. Er zijn shampoos die een soort prikkel geven, waardoor dat je doorbloeding beter wordt. Gaan die zorgen dat je haar groeit? Nee. Maar die kunnen wel een gevoel geven dat je haar beter aanvoelt. He, er is zoveel verschil in shampoos. Ook siliconen gedragen, wat schonere shampoos. Shampoos die een prikkeling geven, dus die de doorbloeding wat stimuleren. Maar wil je echt iets bereiken, heb je meerdere producten nodig. Oké. Ja. En hoe sta jij over scalptherapie? Want ik hoor natuurlijk ook dingen van mensen, scalptherapie. Dat denk ik, is wel heel pijnlijk, denk ik. Kan je eens aangeven wat je daarmee bedoelt? Nou, dat je kleine haartjes implanteert.
Dus haartransplantatie. Ja. Dat werkt bij mannen door de regel beter als bij vrouwen. Oké, okay. En kan je uitleggen waarom? Omdat bij vrouwen vaak het totaalbeeld wat diffuser is. Dus die zijn door de regel over het gehele hoofd wat dunner in het haar als er een probleem is. En wat je bij mannen ziet is dat het kranshaar, dus dat is dat haar wat hier zit, wat dichter is. En daar kan je wat beter haar weghalen om op de scalp te transplanteren. Okay. Dus bij vrouwen is dat jammer genoeg nog wat ingewikkeld. Ja. En dan heb ik het los van het geld ook meer over, hey, je gaat dat traject in en als het dan niet het effect heeft wat je hoopt dat het heeft, dan ontneem je ook heel veel vertrouwen. Ja. Dus als vrouwen zo'n traject in zijn gegaan en ze komen daarna naar ons, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter. Maar dat is met heel veel alternatieve trajecten. Ja. Ja, er is heel veel op de markt, van supplementen tot, weet ik veel, kijk, lichttherapie zal best wel wat doen. Maar ja, ga jij 2-3 keer in de week onder een lamp zitten om, weet ik veel, 3% effect te hebben. En ja, als je portemonnee dan steeds verder leeg raakt, dan is ook het vertrouwen weg. Ja. Wilke, je bent ook een heel bijzondere persoonlijkheid voor de ANCO. Wat is jouw functie daarin? Ik ben voorzitter van ANCO Sectie Haarwerken. En dat is een erkenningsregeling voor de haarwerkspecialisten. Dat kan je een beetje vergelijken met een ISO-certificering. En die hebben wij nodig om te kunnen en mogen declareren. Dus om een overeenkomst met zorgverzekeraars te krijgen. En dat is heel goed. Ik heb aan de wieg gestaan van de Sectie Haarwerken, de oprichting daarvan. Meegedacht, meegeschreven over de erkenningsregeling en ook, kwaliteit is een levend document, dus je wil iedere keer je kwaliteit verbeteren. Alle stembehoeven van degene die bij ons in de stoel staat of zit. En we zijn nu zo'n 11 jaar op weg. En daarvan zeg ik altijd, iets beginnen is niet zo'n kunstje, maar iets continueren en dat heel goed doen. Ja. Dat vergt wel inspanning. En dat heeft veel inspanning gevergd, maar daardoor staan we wel waar we nu staan. En ik mag met trots vertellen dat ik zo'n 300 haarwerkspecialisten in Nederland, dat ik daar de woordvoerder voor mag zijn. Dus ook richting zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland. En ja, ik denk dat ANCO echt wel een erkenningsregeling van aanzien binnen de vereniging heeft. Oké. Okay. Ja. Wilke, ik wil jou bedanken voor dit boeiend gesprek. En ik wil de kijkers ook heel veel kijkplezier wensen. Het is zeker een gesprek met een gouden randje. En ik wens jullie een fijne avond.